Burgemeester Vreeman zegt Tilburg definitief vaarwel. Burgemeester Vreeman van Tilburg geeft toe aan de wens van de gemeenteraad. Hij trekt zich terug als burgemeester. In die bredere afweging heb ik besloten dat moment niet te adviseren om te informeren. De informatie die achtergehouden wordt, ja, dat kost je de kop. Wat is nou positief aan Vreeman? Ja. ...21 oktober 2009. Ruud Vreeman, dan nog burgemeester van Tilburg, moet zich verantwoorden aan de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek, het Midi-theater. Een heet hangijzer in de Tilburgse politiek. In 2008 namen alle wethouders al ontslag nadat de gemeenteraad de bouwplannen afwees. Nu, een jaar later, is het bouwbudget overschreden. Vreeman verzweeg die informatie voor de raad. Een politieke doodzonde die hem uiteindelijk de kop kostte. Ik deel de conclusie van de gemeenteraad dat er sprake is van een verstoorde verhouding. Om die reden heb ik bij de commissaris van de Koningin mijn bereidheid uitgesproken om op zo kort mogelijke termijn terug te treden als burgemeester van Tilburg. Maar was dat wel nodig? Had Vreeman zijn aftreden niet kunnen voorkomen? We vragen het aan Linse Schaap, docent bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Als hij nou een soort van Job Cohen was die bijna niks mis kan doen, dan had ik zijn vege lijf misschien wel kunnen redden. Maar in dit geval was het echt heel sterk de vraag geweest of dat gekund was. En aan Aldert van der Burg, journalist voor de Tilburgse Courier, die de zaak op de voet heeft gevolgd. Wel, wat is nou positief aan Vreeman? Ja. Iedereen heeft het gedaan, de oppositie, de media. Noem ze allemaal maar op, al die partijen. Maar meneer die heeft het helemaal niet gedaan. Die is kennelijk zonder fouten. Van der Burg is kritisch op Vreeman. Ik denk dat het echt mis is gegaan op het moment dat hij echt heel solistisch te werk ging. En dus heeft besloten om de gemeenteraad niet te informeren. Ook zijn wethouder niet aan te sporen om de raad te informeren. Hij is toch als burgemeester bewaker van het democratische proces, zoals dat zo mooi heet. Dus wat voor mij ook heel belangrijk is dat hij op geen enkel moment enige zelfreflectie heeft getoond. Nooit gezegd van mensen, ik heb fouten gemaakt, het spijt me. Want als hij dat nou had gedaan, dan had ik nog gezegd van laat hem dan in ieder geval nog zijn termijn afmaken. Vreeman lag al niet zo heel erg lekker in de Tilburgse politiek, als ik het goed gezien heb. Er was al eerder informatie achtergehouden over. Er waren al eerder kostenoverschrijdingen geweest bij het Midi-theater, het Atje-theater. Nu waren het weer kostenoverschrijdingen. En de burgemeester vond dat hij die informatie eventjes onder het bed moest houden. Ja, in zo'n kwestie is de kans wel heel erg groot dat je dan uiteindelijk als burgemeester het loodje gaat leggen. Toch probeerde Vreeman zijn aftreden te voorkomen. Ik realiseerde me dat corruptie het beste gedijt in instabiele politieke verhoudingen. En ik zag een schrikbeeld voor me. Een onbestuurbare stad met een groot integriteitsprobleem. En ook nog gezien in het licht van wat we allemaal te doen hadden. In die bredere afweging heb ik besloten dat moment niet te adviseren om te informeren. Dat is de redenering. Het is ook wel een beetje een lastige redenering. En ik heb één heel groot bezwaar tegen. En dat is dat het uiteindelijk niet aan de burgemeester is om uit te maken wat in het belang van de gemeente is. Maar aan de gekozen volksvertegenwoordiging, dus de gemeenteraad. Dat vond ik heel slecht. Ja, dat was. Kijk, het tijdspad klopt ook helemaal niet. Hè? Ik bedoel, hij begon er dan over dat hij dan in september had gehoord een gerucht over corruptie. Een paar maanden daarvoor had hij zelf al besloten om de raad niet te informeren. Dus dat staat volledig los van elkaar. Dat is echt heel zwak. Zwak argument. Nee, dat gaat er bij mij niet in. Geen sterk pleidooi. Volgens Schaap was Vreemans verdediging niet eens nodig geweest. Hij was immers op de hoogte van vermeende corruptie binnen de raad. Hij had die informatie wel degelijk kunnen delen met een deel van de fractievoorzitters. Het presidium. Dus een deel van de raad. Eventueel vertrouwelijk. Dat is ook niet ongebruikelijk om op het moment dat het over gevoelige informatie gaat, om het dan al te melden. Had hij overigens ook kunnen doen met de mededeling over de kostenoverschrijding. Ook daarvan had hij in beginsel kunnen zeggen tegen een raadscommissie van kijkers of tegen het presidium van de raad: ik heb hier informatie, die wil ik met u delen. Maar dat kan nu nog even niet openbaar worden, want er zit iets anders aan te komen.
En had hij daarmee dan eigenlijk ook gewoon zijn aftreden kunnen voorkomen? Ja, dat het is de lastige what-if question. De meest interessante vraag in de geschiedenis altijd, maar ook altijd lastig te beantwoorden. Ik weet dat niet. Het is moeilijk te voorspellen wat er gebeurd zou zijn als hij dit gedaan had. Burgemeester Vreeman, na 3 intensieve jaren zegt hij Tilburg vaarwel. Een man met een liefde voor de stad en veel ambitie, die hem uiteindelijk zelfs de das omdeed. Ja, misschien was Vreeman wel te groot voor de Tilburg, is toch een beetje een dorp. Misschien was Vreeman nog wel een beetje te groot in dat opzicht. Misschien dat we over 5 jaar dat we er een beetje om kunnen lachen wat er nou allemaal is gebeurd. Nou, helemaal lachen misschien niet, maar ja, dat er dan een mooi theater staat, laten we het hopen. Laat het open, het zou voor de stad wel heel goed zijn.